welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het tijd voor een update van mijn haarroutine. Dus als je benieuwd bent hoe ik mijn haar doe, welke producten ik gebruik en ja, wat voor mij het beste werkt, dan moet je zeker blijven kijken. Nou, allereerst heb ik natuurlijk mijn haar lekker gewassen. Ik was mijn haar eigenlijk altijd 2 keer. Dat werkt voor mij het beste. Ook omdat ik een iets vettere hoofdhuid heb. Maar ook om de producten ja, gewoon echt goed te verwijderen van de hoofdhuid. Uiteraard ga ik eerst even beginnen met borstelen. Dat doe ik met mijn Tangle Teaser. En wanneer het eventueel nodig is, gebruik ik nog een leave-in conditioner. En deze van Sezoen ruikt echt heerlijk. We weten natuurlijk allemaal dat op het moment dat het haar nat is, dat het vrij kwetsbaar is. Dus daarom is het belangrijk om eerst onder te beginnen met borstelen, zodat je eigenlijk zoveel mogelijk eventuele klitter eruit komt. En daarna ga ik dus langzaam naar boven toe. Dus ik zorg dat mijn hele haar goed doorkambaar is. Zo, nu is het helemaal glad. Dan heb ik natuurlijk een beetje roodachtige kopertint in mijn haar. En met deze mousse van Milkshake, die echt super fijn is overigens, zorg ik ervoor dat mijn haar gedurende de wasbeurten een mooie kleur behoudt. Dus ik doe even een handdoekje om en dan ga ik deze mousse verdelen door mijn hele haar. Dan ga ik verder met styling en voor mijn aanzet gebruik ik de Pure Abundance Style Prep van Aveda. Eerst even goed schudden en dan til ik de bovenkant van mijn haar een beetje op, zodat ik de spray goed tussen de aanzet kan verdelen. En dit ga ik daarna even goed inmasseren met mijn vingertoppen. Dus nu steviger, nou tijd om iets in de punten te doen. En daarvoor gebruik ik de Sebastian Dark Oil. Die gebruik ik ook echt al jaren. Echt super fijn, heeft een mooie glans, fijne verzorging. Dus daar zijn mijn puntjes ook meegenomen. Dan pak ik mijn Dyson Airwrap met het föhn gedeelte. En dan ga ik eerst even op zijn kop föhnen. Dat doe ik altijd voor wat meer volume. Dan ga ik proberen de bovenkant en de aanzet met name wat meer te drogen. Zorg ervoor dat ik mijn haar altijd eerst helemaal de ene kant op doe, dan de andere kant op doe. En dan ga ik nu verder met wat hittebescherming. Dit is de Trillion van Sebastian. Die ruikt heerlijk naar watermeloen. Het is een hittebescherming en geeft ook nog eens een hele mooie glans. En die brengt met name aan in de punten van mijn haar. Dan ga ik mijn haar verdelen. Ik begin met de bovenkant van de onderkant te scheiden. Dus ik probeer een niet al te dikke pluk aan de onderkant te houden. En de rest zet ik vast met een klemmetje. En dan heb ik nu 2 kanten. Ga ik even goed doorborstelen. En dan pak ik mijn Dyson Airwrap met het grote krulopzetstuk. En dan ga ik langzaam dus mijn haar polijsten en deels krullen met dit opzetstuk. Ook belangrijk om het goed te laten afkoelen. En dan is dit dus de krul die eruit komt. Ik ga hem vastzetten met de Max Hold Hairspray van Redken. Deze zorgt er echt voor dat het gewoon super goed blijft zitten. Dan wissel ik van kant. En ga ik verder met de rest van mijn haar. Belangrijk is eigenlijk altijd om het proberen goed strak te houden en hem zo mooi mogelijk eromheen te doen. En dan krijg je ook namelijk de mooiste en de gladste krul. En zo ga ik eigenlijk per laagje verder. Ik probeer zoveel mogelijk te verdelen, niet te dikke plukken te pakken. En waar nodig eventueel wat extra te draaien. Tussendoor voel ik altijd even of die koud genoeg is en dan laat ik hem dus los. Vooral de voorkant is belangrijk dat ik hem recht hou, want als ik hem iets te veel optil, dan krijg ik een beetje een bolling aan de zijkant. Dat vind ik zelf niet zo mooi, dus ik probeer hem echt strak langs mijn gezicht te houden bij de voorkant. En dus op iedere pluk spreek ik ook wat haarlak. Dan ga ik de achterkant doen, omdat ik wil dat die ook niet al te plat valt. Dus ik pak precies het midden eigenlijk van hetgeen ik nog over heb. En dat borstel ik door en dan ga ik daar dus ook een krul maken. Belangrijk om ook deze dus zo mooi mogelijk eromheen te wikkelen. Uiteindelijk maak ik er dan een soort rolletje van, laat ik hem vallen en daar doe ik dan nog haarlak op. En dat doe ik eigenlijk gedurende de tijd dat ik naar de bovenkant ook verder ga. Zo voorkom je eigenlijk dat de achterkant heel plat zit en dat daar geen krul komt. Dus het is mooi voor volume, maar ook om gewoon de vorm in zich heel mooi mee te nemen. Nou, we zijn bijna klaar. We zijn goed bezig. Dus ik ga nog even de laatste achterkant doen. En dan heb ik eigenlijk dit ronde stukje over. Nou, hier kies ik ervoor voor de meeste volume om dat hele stuk eigenlijk met rolletjes naar achter te doen. Dat is altijd even zoeken in het begin, maar op een gegeven moment krijg je er wel wat handigheid in. En zo zie je dat ik dus langzaam ook wat volume opbouw en waardoor mijn kruin dus ook wat volumieuzer valt. Goed sprayen. De voorste pluk is extra belangrijk, dus ik zorg ervoor dat ik deze zo mooi mogelijk eromheen wikkel. En naderhand dat ik deze ingerold heb met de Airwrap, doe ik hier nog een roller in. En dit zorgt ervoor dat het niet alleen mooier van vorm is, maar ook dat het nog beter blijft zitten.
Dus ik spray dit altijd eerst nog even in. En dan ga ik dus zo'n klittenbandroller, noemen ze dat geloof ik, pakken. Probeer ik dus ook zo strak mogelijk erin te rollen. Hij is eigenlijk net even iets te groot, deze pluk. Maar dat is in dit geval niet zo erg, want ik wil niet per se een hele strakke krul. En dan zet ik hem met klemmetjes vast. En ondertussen ga ik even opruimen en laat ik dit dan even afkoelen. Als dat helemaal opgeruimd is, dan is het meestal tijd om deze eruit te halen. Nou, je ziet het, hij springt er vanzelf eigenlijk al uit. Dus ik haal die roller er voorzichtig uit en gooi dan altijd alles naar achteren. Ga ik even kijken of mijn scheiding goed zit en dan is het tijd voor wat droog shampoo. Dit is de Shampoo Powder van Aveda. Een droog shampoo poedervorm. Die doe ik om mijn haar heen, lekker met mijn handen verdelen. En deze geeft echt gewoon biggie hair. En dan is dit eigenlijk het eindresultaat. Wat je ziet is dat het een mooie slag heeft, dat het mooi gepolijst is, dat het volumieus is, maar dat het er ook nog wel gewoon ja, natuurlijk uitziet. Het voelt niet plakkerig, het is niet hard en ook aan de achterkant ja, valt het gewoon mooi vol. Ja, dit is eigenlijk precies waar ik van hou. Dus dit is mijn haarroutine die ik op dit moment toepas. Vond je het een leuke video? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan kun je dat doen op de rode abonneerknop te rammen onder deze video. En dan kun je ook gezellig lid worden van de Shark Enemy familie. Ik wil jullie wederom ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie je graag volgende week zondag weer met een nieuwe video. Tot dan! Doei!